Ik zit hier op zolder bij mijn ouders en het is eigenlijk een vliegtuigmuseum inmiddels. Er zitten heel veel vlieguren in mijn familie. Mijn opa was piloot, mijn oma was stewardess en later is mijn vader bij engineering en maintenance gaan werken. Mijn opa was in 1953 gezagvoerder op de vlucht van Londen naar Christchurch en die staat bekend als de Bright Flight. De London-Melbourne Race in 1934, waarop de Sustainable Flight Challenge Race is geïnspireerd, is niet de enige race in de luchtvaartgeschiedenis. In 1950 bestond de stad Christchurch in Nieuw-Zeeland 100 jaar. En om vluchten naar Australië en Nieuw-Zeeland te promoten, werd in 1953 opnieuw een wedstrijd georganiseerd. De London Christchurch Race, in Nederland ook wel de bruidsvlucht genoemd. KLM deed mee met een DC-6A. Hier op Schiphol nam de gezagvoerder Han Koper afscheid van zijn vrouw en zijn twee zoontjes. Tijdens de Sustainable Flight Challenge op 7 mei 2022 is de kleindochter van de gezagvoerder Koper aan boord. Monique Koper houdt de eer van de familie hoog tijdens de volgende race, waarbij ditmaal gaat om de meest duurzame vlucht. Monique werkt als productspecialist en cabin attendant bij InFlight Services. Naast het vliegen als cabin attendant aan boord werk ik 50% op kantoor als finoloog en zorg ik ervoor dat we mooie wijnen serveren aan boord. We hebben voor deze vlucht heel veel research gedaan. Ik ben ook bij onze leveranciers met de weegschaal langs gegaan, want echt elke gram telt. En er zijn hele mooie wijnen die in veel te zware flessen zitten. Ja, mensen keken me wel af en toe gek aan dat ik met de weegschaal door hun magazijn liep, maar ze snappen het wel. Het voordeel van al dit research doen voor deze vlucht is dat we nu precies weten waar we in de toekomst op willen gaan letten. Want dat is ook een beetje waar deze uitdaging op gebaseerd is, dat je leert hoe je duurzaam de toekomst in kan gaan. Ik heb mijn opa's speld altijd bij me in mijn portemonnee sinds ik vlieg. En als ik dan ergens weer over de bergen vlieg, dan is hij toch een beetje bij me. Albert Plesman wilde in 1953 duidelijk maken dat veilig vliegen over grote afstanden mogelijk was. In 2022 wil KLM de race winnen om te laten zien dat duurzaam vliegen over grote afstanden mogelijk is. Met opnieuw een lid van de familie Koper aan boord. Met donderende motoren rolde de machine met gezagvoerder Koper aan de stuurknuppel naar de startbaan. En daarmee was de race, waarvan de voorbereidingen 5 jaar in beslag namen, begonnen.